Hallo mijn sweeties en mijn lekkere lekkere bekjes van de heerlijke lekkere recepten die ik ga maken. En vandaag ga ik een heerlijk recept maken. Een Surinaams recept. En dat is Surinaams gehaktbrood. En mijn lekkere lekkere bekjes, lekkere sweeties. Voor dit heerlijke lekkere tropische gerecht van deze blanke man. Die van binnen heel erg tropisch is, heeft u de volgende ingrediënten nodig. Ongeveer 8 ons runde gehakt. Een ui. Een rode paprika. Ongeveer een halve ajuma peper. Kijk uit met de ajuma peper met je vingertjes. 4 teentjes knoflook. Een paar champignons, een stuk of 4-5. 3 of 4 plakjes ontbijtspek. Wat 2 bouillonblokjes. 2 eieren. 2 beschuitjes. Wat peterselie. Snijd de ui in stukjes, niet huilen meer sweeties. Snijd de knoflook in stukjes. Snijd een lekkere ajuma-pepertje met mes en vork, want ik heb het je wel eens verteld. Als je met de vingertjes na het snijden van de ajuma-peper aan bepaalde lichaamsdelen zit, dan wordt het heel pijnlijk. Dus lekker met mes en vork snijden. Snijd de paprika in stukjes. De paprika is het broertje van de ajuma-peper, alleen een heel groot broertje, maar heel mild. Dus snijd het in stukjes. Hak de paprika, de knoflook en de ajuma en de ui even in de blender. Niet al te fijn maken, dat er nog kleine stukjes boven blijven. En doe dat bij het gehakt. Doe de peterselie er ook maar vast bij. Kruimel de bouillonblokjes er ook maar even bij. Bak de ontbijtspek. Bak het maar een beetje knapperig. En om natuurlijk, dat het lekker een beetje knapperig is, maar niet zwart of aangebrand. Snijd de champignons in plakjes. En bak ze even in het pannetje waar je ook het ontbijtspek mee gebakken hebt. Snijd de gebakken spek in stukjes. Doe de gebakken spekstukjes ook bij het gehakt mengsel. En vooruit, doe de champignonnetjes er ook maar bij. Meng het maar door elkaar heen. Gebruik een vork, want je weet, het ajuma pepertje zit erin. Haha, en dat ajuma pepertje, dat is heel heet. Dus gebruik maar een vorkje. Doe de 2 eieren erbij. En meng het maar lekker goed door elkaar. Verkruimel nu ook nog de 2 beschuitjes. U mag eventueel natuurlijk ook paneermeel nemen, want paneermeel is in feite fijn gemaakt beschuit. En meng het door elkaar. Heb je een kleine braadslee of een schaal van wat metaalachtig, vet dat dan in met wat olie. Verdeel nu het gehaktbrood in een schaaltje en druk het een beetje aan. Verwarm de oven voor op 200 graden en zet het gehaktbrood in de oven. Zet het gedurende 60 à 70 minuten in de oven. Voorverwarmd op 200 graden. Tussendoor kijk je eventjes of het gaar is of dat het niet te hard gaat. Als het dan te hard zou gaan, dan zou het echt een beetje te bruin of te zwart worden. Dan moet je het natuurlijk stopzetten, want dan is het gaar. Eventueel kun je met een stokje prikken om te kijken of het van binnen helemaal gaat. Ondertussen kunt u ook wel wat rijst gaan koken, want dat is lekker erbij. En straks gaan we ook nog wat groenten klaarmaken wat erbij gegeten kan worden. Ja, het gehakt brood is klaar en ik heb het klaargemaakt met mijn lekkere rijst. En met lekkere gemengde groenten in een masala saus, zelf gemaakt. En
Nou, gaan we dat lekker opeten natuurlijk. Zo. Het is klaar. Het gehaktbrood met rijst en wat gemengde groenten. En ik wens je natuurlijk eet smakelijk, Nian Sweetie. Mijn sweeties, lekker genieten van een heerlijke Surinaamse maaltijd. Ik